Goedemorgen allemaal, iedereen slaapt nog. Het is 8:30. Het is niet zo heel vroeg meer. En ik heb er een klein vriendje bij gekregen. Dat zijn echt rotplekken, vreselijk. Maar goed, in ieder geval, goedemorgen. Wat ik net al zei, iedereen slaapt nog. Ik ben wel wakker. Ook iets later dan ik eigenlijk had gehoopt, maar dat komt. Dat ik vannacht wakker werd. En een beetje een soort van shock. Ik trilde vannacht helemaal, maar ik voelde het eigenlijk niet goed. En ik had, misschien heel raar, maar ik kreeg heel erg veel trek. Ik had het idee dat mijn suiker een beetje aan het zakken was ofzo. Ik weet niet wat er was, maar ik voelde me heel eng. Het enige wat ik kon denken is, ik moet wat eten. Ik stond helemaal te trillen en het was echt erg. Dat ik dacht van, oh wat is dit, weet je wel. Dus ik ben helemaal rechtop gaan zitten in mijn bed. Eventjes rustig en wat snoepjes naar binnen gaan werken. En vervolgens ben ik weer in slaap gevallen. En ik werd toen net om 8 uur wakker. Maar ik ben naar beneden gegaan. Het is trouwens nog geen 8:30. Het is net 7:45 geweest. Maar ik ben dus naar beneden gegaan net. Toen zag ik dat mijn pa op de bank lag. Vraag me af waarom. Ik weet niet waarom hij daar nu in één keer zo ligt. Dus ik wilde eigenlijk koffie zetten. Maar toen dacht ik, ja, dan ga ik herrie maken. Dus laat ik dan maar gewoon even een sapje drinken. Dat is ook lekker. Ik ga denk ik gelijk beginnen met het editen van een vlog. Want dan heb ik dat gehad. Ik heb trouwens ook nog geen kledingsetje aan. Ik heb gewoon een shirtje en chillbroek aan. Maar ik dacht dus, ik ga gewoon gelijk even de video editen. Dan heb ik dat gehad. Dus ik ga eventjes de laptop pakken. Gaan we maar eens even editen, want dat moet ook natuurlijk gebeuren. Dus ja, jongens en meisjes. Ik zou in ieder geval zeggen goedemorgen. Ik hoop dat er vandaag wat meer gevlogd kan worden dan de afgelopen paar dagen, want dat was echt vreselijk en drama. Dus ja. Ik zeg, ik ben wel helemaal happy en goed wakker en zo, dus zeg ik als ik moe ga. Je ziet tussen mijn ogen dat de lucht wel strak blauw is. Dus dat is heel fijn. Dus ik denk dat vandaag ook wel een lekkere dag gaat worden. Ik ga even gaan we weer even checken voor vandaag. Want dan weet ik ook zo meteen aan kan doen. Jongens, het wordt vandaag 22 graden. Dus het wordt vandaag gewoon wel lekker een jurkje aan. En ik denk, we kijken zo wel welk jurkje gaan doen. Goed. Ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb dit aan. Ik heb dit t-shirtje aan van de Primark. Dit is eigenlijk een shirtje van de mannenafdeling, maar ik vind hem super tof. Ik heb een nieuwe spijkerjas erover aan. Dit is eigenlijk een maatje S. En het enige waar die strak zit, is hier dit stiknaadje bij mijn oksel. Is als ik mijn arm ermee doe, dat je denkt van nou, hij zit wel strak. Maar verder, ja, ik kan hem ook niet dicht doen. Maar hij hoeft op zich ook helemaal niet dicht. Want het is gewoon lekker als jasje. Dan heb ik deze grijze spijkerbroek van de New Yorker aan. Zwarte grijze spijkerbroek. En het is leuk, want hier zit dus een knoop. En die gulp, die hoort dus zo hier voor te zitten. Dus die heb ik aan. En ik heb mijn nieuwe witte fila's aan. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Ik heb ook verder geen make-up op, alleen mijn wenkbrauw een beetje bijgetekend. Voor de rest helemaal niks. Lipglossje op. En we gaan even naar de dierenwinkel. We gaan even naar de dierenwinkel in Rotterdam. Pets Place, ofwel niet Pets Place, Rob's Dierenshop. Want we hebben een warmtelamp nodig die ik dus gisteren niet heb kunnen vinden hier in Spijk. Maar die hebben ze daar dus wel. Dus ik ga samen met mijn vader naar Rotterdam. En ik ga jullie meenemen. Dus, let's go. Ah, we hebben de lampen. Alleen we zijn nu, mijn overgroot opa woonde hier altijd. En ik dacht, ik wil eventjes langs rijden om te kijken hoe het hier in de tussentijd uitziet. Het is echt oud deel Rotterdam. Het ziet er echt niet meer uit.
Dit is wel allemaal, staat allemaal leeg. Zou het dan toch eindelijk een keer plat gaan? Het zou 2017 plat gaan, hè? Ja, ja. Daarom moest ook maar er toen uit. Kijk eens jongens, oh my gosh. Ja. Woehoe, smalle schatjes. Hoe zou de achtertuin eruit zien? Huh? Huh? Wat is dit nou? Kijk dan! Wow! Wow, wat is hier gebeurd? Hier was open. Hier, waar die rollen hebben, die witte luiken dicht zijn. Is dat dichtgegooid anders? Ik denk het. Kijk dan! Dat fietsenstallingtje stond er nog toen opa hier woonde. Jeetje, hé. Wow. Zijn schuurtje staat er niet meer. Wauw. Oeh, doe maar. Daar gaat het waarschijnlijk toch plat. Want daar is ook alles leeg, zie je dat? Jeetje. Wauw. Goed, ik ben weer thuis. En dat was eventjes heel erg raar om te zien. Mijn opa is inmiddels, tenminste mijn overgrootopa is inmiddels al, is het 7 jaar, is hij er al niet meer. Nog steeds denk ik, heb ik wel eens momenten dat ik echt aan hem denk. Ik dacht van, was hij nog maar? Want mijn opa was, mijn overgrootopa was eigenlijk altijd wel een man die eigenlijk heel, het was een hele Noorse man. Hij vond, had altijd overal commentaar op en het leek altijd alsof hij heel chagrijnig altijd was. En hij mopperde altijd en het was nooit goed. Alleen mijn moeder en ik konden alles bij hem goed doen en dat was heel erg fijn. ik heb ook jarenlang voor mijn opa en oma en overgrootoma natuurlijk ook gezorgd. En ja, hij is overleden in 2012 aan kanker helaas. Het uitte zich heel erg laat. Hij kreeg een bal in zijn nek waardoor hij, waardoor we dachten van, hé, wat is dit nou? En we werden ook boos op hem, want hij wilde niet meer eten. Dat we dachten van, ja, hallo, je gaat je eigen niet verwaarlozen, kom op, gewoon eten. En uit achteraf bleek het dus te zijn dat hij dus door zijn hele lichaam kanker had en gewoon echt ziek werd. En ja, dat zelf voelde, maar zelf ook niet wisten wat het was. En hij ook niet, dus... dus ja, het was wel echt eventjes dat ik dacht van... Oké, weet je, je gaat in één keer allemaal dingen bovenhalen. Mijn opa werd op een gegeven moment... Hij was niet dementerend. Hij wist echt wel wat hij deed. Maar op een gegeven moment... Mijn opa gaf mij altijd zakgeld. Dat was vaak 5 euro die hij in zijn portemonnee had. Maar hij pinde ook vaak grote bedragen. En dan was het gewoon echt dat hij 50 euro... En dan gaf hij mij 50 euro. Dat ik echt zei van... Opa, dat hoeft helemaal niet. Waarom doe je dat nou, weet je wel? Wacht maar tot je het kleiner hebt. Dan kan je dat... Nee, zegt hij. Hier, dat verdien je. En hé, je bent mijn kleindochter. Dus mijn achterkleinkind. Dus... Die doet veel voor me. Maar op een gegeven moment had die man dat niet meer door. En het was dus gewoon echt dat ik dacht van ja. We kwamen daar op een gegeven moment ook vaker in de week langs. Omdat hij dus vaker ons nodig had. En wij ook vaker wilden checken van joh, gaat het nog allemaal goed? Toen nog op zichzelf wonen. En dan was het altijd van ja, hier heb je 50 euro. En dan kwamen we 2 dagen later. En dan was hij dat weer vergeten. En dan gaf hij me weer 20 euro of zo. Dat ik dacht van opa, dat heb je al gegeven, weet je wel. Mijn mama zei altijd van, joh, hou even je mond en geef het geld maar aan mij. Dat gebruiken we dan wel voor de benzine die we bijna elke dag oprijden. Dus ja, het was echt een hele lieve man. Heel veel mensen hebben er geen goede ervaring mee gehad met mijn opa. Omdat het gewoon echt het leek een hele erg zwart kijker. Het leek echt alsof hij alleen maar negatieve dingen vertelde en wilde. En dat was helemaal niet zo. Mijn opa was echt een hele lieve man. En ja, mijn moeder en ik kenden hem van de andere kant omdat iedereen hem verder anders kende. Dus ja, ik vind het wel fijn dat ik die jaren lang voor mijn, voor mijn overgroot opa en oma heb mogen en kunnen zorgen. En dat is bij mij ook gelijk het in het kijk geweest. Dat ik dacht van oké, ik wil echt super graag de ouderen zorgen in. Want niet alleen voor mijn oma zorgde ik in het tehuis. Ik zorgde daar ook voor de andere mensen. Ik heb slijm in mijn keel, jongens, vreselijk. Wat dus eigenlijk gewoon wel echt heel erg leuk was. Ik ging daar automatisch een bordje afruimen en dit en dat doen. En het was heel erg fijn. Oh, Ash belt. Oké, einde verhaal. Ik ga opnemen. Third line D. Water.
de akkers. Ik heb tegenlicht. Ik heb tegenlicht. Oh jee. Oh, nee. We zijn in ieder geval op zijn pijn geweest. Ash heeft 2 op schoenen gescoord. Eigenlijk 3, maar eigenlijk 2. Maar eigenlijk 3, maar toch 2. Ja, oké, het zal wel. Nu onderweg naar huis gaan we maar mee. Dan pik ze het even op en dan gaat ze naar huis en dan drinken ik even een colaatje of zo. Want het is super lekker weer. En ik ben hier op de tas gescoord. Kijk hoe cute is. Hij is awesome. Goddag, het is echt super lekker weer buiten. Dus op naar huis. Goed, Ash heeft lekker even een bakje bij me gedaan. Even, nou ja, bakje. Een koud bakje. Ze heeft even een kopje cola gedronken. En ik ben nu onderweg naar mijn opa en oma. Want ik had nog een bakje van hun te lenen waar het gebak in zat van mijn oma. De verjaardag. Dus die ga ik even terugbrengen. Aangezien ik toch lekker aan de wandel ben. Ik heb mijn nieuwe fila's aan. Grijze stoffen. Er was iets mis met die andere. Ik heb gelukkig wel een nieuw paar kunnen krijgen, dus dat is heel tof. Maar ja, verder, ik ben nu dus met een omweg aan het lopen, want er stond daar een hele groep jongeren en dat vertrouw ik dan niet zo heel erg, je weet het maar nooit tegenwoordig. Dus we gaan lekker deze kant op. Goed, inmiddels 2 leuke dingen te melden. Allereerst heb ik mondkapjes besteld, die zijn binnengekomen vandaag. Tada! Hoe leuk! Ik heb deze, dit is een stoffen mondkapjes hebben besteld bij vrienden van ons, die maken ze. Ik heb ze ook nog in een ander patroontje, maar dat is een maat groter, dus die gebruikt mijn moeder. Maar ik heb dus die rode met roze stipjes, super cute. Maar ik ga slapen, want het is al 9:45. Het is niet heel erg laat, maar ik heb de hele avond lekker met Ash en met Natushka zitten spelen. Heb ik namelijk de app House Party gedownload en daarmee kun je dus spelletjes spelen en dingen en zo doen. Dus dat is super tof. Dus dat hebben we de hele avond eigenlijk gedaan. En ja, ik ga nu lekker slapen denk ik jongens. Ik ga me omkleden. En lekker mijn bed in. Wow. Morgen is Pasen. Eerst paasdag. Ik gok erop dat we morgen niet heel veel gaan doen. Dus ik ben dan ook best wel benieuwd. Ik twijfel alleen een beetje of ik morgen, oftewel eerst en tweede paasdag, 1 vlog maak. Of dat ik het alsnog in 2 delen verdeel. Misschien dat ik het alsnog verdeel hoor, maar even kijken hoe het loopt. Maar ja, ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Ik haal mijn appjes. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgen. Doeg!